en welkom bij een nieuwe weekvlog. In deze weekvlog ga ik jullie meenemen in mijn eerste week in het zesde middelbaar. Want ik ben vandaag namelijk naar school geweest. Het is vandaag 1 september. En ja, ik ben vandaag aan mijn eerste dag van het laatste middelbaar begonnen. Vorig jaar heb ik rond de eerste week ook van school een weekvlog gedaan. En dit jaar wil ik het graag opnieuw doen, omdat het duidelijk was dat jullie dat wel leuk vonden. En ik vind het zelf ook leuk om achteraf terug te zien. Maar er is iets met mijn focus waardoor het heel de tijd slecht gaat. Even zoeken. Oké, ik denk dat het nu beter is. Maar goed. Dus ik moest vandaag van 8:30 tot 12 naar school gaan. Dus ik ben nu al een tijdje thuis. En ik ga er even... Nee, oké, wacht. Ik zal jullie ook even laten zien wat ik aan had vandaag. Ik had deze lange jumpsuit aan. Er zit al een vlek op. Die moet ik er even afdoen. Maar dat komt dat is van mijn fiets. Dus ik had deze lange jumpsuit aan. Met dit opgefrommeld vestje daar ligt. Ja, met dit kaki vestje erbij. En ik had mijn haar... Allee, het is nog steeds zo. Ik zal het proberen te laten zien. Zo. Dan. Ik weet niet of jullie het dus kunnen zien. Maar zo had ik het dus gedaan. En ik ben ondertussen ook al naar de winkel geweest. 2 keer. Want ik moest dingen voor spaghetti gaan halen. En ik kom hier thuis aan en ik zie dat ik gehakt ben vergeten. Dus kon ik opnieuw gaan. En nu ben ik dus thuis en open ik dus nu deze weekvlog. Omdat deze morgen had ik daar echt geen tijd voor. En daarnet heb ik daar eigenlijk ook nog niet echt tijd voor gehad. Maar dus het is vandaag vrijdag. En ik stop de weekvlog volgende week vrijdag. Dus ik ga heel mijn week voor jullie vloggen. Maar ik ga volgende week vrijdag erbij ook nog wel vloggen. Dus ja, dat wordt leuk. Ik was trouwens ook heel bang dat onze klassen gemixt werden. Omdat er in de andere klassen een paar waren blijven zitten. En dan dacht ik dat de 3 SCW-klassen gemixt zouden worden. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. En daar ben ik heel blij mee. Want daar had ik dus eigenlijk echt wel een beetje bang voor. Maar dat is dus niet gebeurd. En ik zit gewoon nog in mijn klas van vorig jaar. Ik zit boven. En ik ga even... Voor maandag, ja, want het is terug school, dus je moet je nu ook terug met school bezighouden. Voor maandag mijn boekentas, al maken zogezegd, al mijn boeken die ik maandag nodig heb, erin steken. En ik ga even op mijn laptop mijn lessenrooster, zogezegd, uittypen. Want ik heb dus een lessenrooster gekregen. Namelijk deze. Echt hoor. Ja. Dit is nu mijn voorlopig lesrooster. En het is echt heel, heel, heel slecht. Kijk, ik heb hier 3 uur en weer op 1 dag. Dat is echt verschrikkelijk. Maar het is nog maar een voorlopig lesrooster. En dan ga ik dat even uittippen op de computer. En dan kan je dat denk ik daar op die kast plakken. Gewoon omdat, ja... Ik heb voor de rest ook niks te doen. Dus misschien is dat nog wel iets tof als je dat doet mooi en... Een beetje Pinterest-y maakt of zo, weet ik veel. En dan ga ik voor de rest even mijn agenda pimpen. Blad achter steken. En voor de rest dan ook nog mijn boekendas maken. Met al mijn boeken erin, want dit zijn dus mijn boekendoos. Hier zitten al mijn boeken in. En ik krijg dan ook een paar boeken nog in school, want de leerkracht maakt die dan zelf. Dus dat ga ik even doen. Niks interessant, maar ik ga het wel doen. Zo heb ik het nu even gemaakt. En ik ga het nu afprinten en dan ergens ophangen. Ik heb nu mijn make-up gedaan. Gewoon heel simpel. En even een ander t-shirt aangedaan. Want ik ga een What's in my bag filmen. Die staat normaal online. Ja, die staat al online. Dus die kan je ook even gaan kijken. Maar die ga ik dus nu filmen. Oké, het is zondag. En ik heb even geen bril op, maar oké. Ik heb mijn kleedje aangedaan. Ja, mijn kleedje. Want ik ga naar het feest van mijn opa, want die is gisteren verjaard. En mijn nicht en mijn onkel en zo komen ook. En ik ben totaal niet gefocust. Ik ga de camera thuis laten, omdat ja, dat is gewoon een privéfeestje. En daar valt ook niet echt veel te beleven voor jullie. Dus ik laat de camera hier. Ik ga het er wel even voor doen. Maar, ik heb net een video om 12 uur online gezet, What's in my schoolbag. En die heeft op 20 minuten al 100 views of zo. En dat is
niet, ja, oké. Voor mij is dat wel redelijk veel. Dus, daar ben ik echt heel blij mee. Spuiten jullie ook altijd parfum in jullie haar? Ik doe dat echt altijd. Ik weet niet waarom, maar ik doe dat dus. Oh, en ik ben echt super excited, want die video valt dus blijkbaar echt goed in de smaak. Zwet. Ik heb even een lipkleurtje. Dit is de NYX Soft Matte Lip Cream in de kleur Can. Ik weet niet dat ik ga focussen. Ja, ja. Die dus. En ja, nu gaan we dus eigenlijk vertrekken, want we zijn al een beetje te laat. Oké, mijn haar is een beetje een kakje. Maar ik heb een ingevlochten vlecht. En ja, dan komen er zo wat plukjes uit. Dus, en ondertussen zijn we ook al laat. Dus ja, dat is niet zo echt perfect. Maar het is vandaag maandag en het is nu 8:50 s'avonds al. Maar ik wil even vertellen over mijn dag. Dus ik had vandaag mijn eerste echte schooldag. Ja, ik had vandaag al een hele dag met een 8e lesuur. Ik heb altijd maandag en dinsdag een 8e lesuur. En ik heb vandaag vooral een beetje een introductieles samen gehad met de leerkrachten. We hebben veel nieuwe leerkrachten. Dus dat hebben we vandaag een beetje gedaan. En ja, dat is nog niet echt hard werken en zware lessen en zo. En ja, ik heb wel allemaal toffe leerkrachten, denk ik. Allee, tot nu toe valt het precies nog wel mee. Ik weet niet hoe dat is als ze echt gaan lesgeven, maar ik denk dat het nog wel meevalt. En ik heb trouwens ook nog niet gevlogd omdat ik thuis ben gekomen na mijn 8e lesuur, dus om 4:45 of zo. Dan hebben we gegeten en toen ben ik een beetje gaan ontspannen in de zetel. En eigenlijk was ik het een beetje vergeten dat ik moest weekvloggen nog. Maar ik vertel het nu uiteindelijk nog wel. Morgen heb ik weer een 8e lesuur. En dan heb ik s'avonds eindelijk mijn eerste dansles terug. En voor de rest ga ik nu mijn pyjama aandoen. Mijn gezicht ontschminken en tanden poetsen en zo. Dan ga ik beneden nog een thee drinken. Daar heb ik echt heel veel zin in. En dan straks slapen. Dus ja, ik zie jullie morgen. Goedemiddag. Het is woensdag nu. En het is 2:00. En ik zit op mijn bed, want ik ben echt heel moe. En ja, ik moet ook gewoon vloggen. Ik ben ook gewoon aan het vloggen. En ik ga nu zelfs even mijn kamer opruimen. Die is een beetje rommelig. En dan ga ik daarna een roomtour filmen. Dus daar heb ik wel zin om dat te doen. En dan ga ik die bewerken. En heel misschien krijg ik die nog voor 5:00 online. Anders is het voor morgen. Dat moet ik nog een beetje zien. En dan voor de rest ga ik ook nog even vertellen. Ik heb gisteren niet gevlogd. Ik was thuis, ik heb gegeten, ik moest gaan trainen. Ik weet het zijn altijd excuses, maar het was ook wel zo. Dus ja, daarom heb ik gisteren niet echt en ik wil niet gevlogd. Ik heb net de roomtour helemaal gefilmd, bewerkt, thumbnail gemaakt en geüpload. En die is nu aan het uploaden. En hij moet nog 12 minuten en dan nog verwerken, maar het duurt meestal niet zo lang. Dus dat is nu bezig. En dan heb ik ondertussen ook aan mijn danskleren aangedaan. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit crop topje aan. En daar staat Express Yourself. En dat is dus echt een dans t-shirt. Want ja, daar expresst je jezelf, of hoe moet ik het noemen. En dan heb ik daaronder, ja, ik kan dat gewoon laten zien. Dat is een maillot. Die heb ik eigenlijk normaal aan voor de modern. Maar ja, het is een crop top. Dus als ik zo doe of ik beweeg, dan vliegt dat omhoog. En daarmee heb ik er maillot onder aan gedaan. En dan heb ik deze legging, zwarte legging. Met een grijs en een stukje roze. En ja, dat roze en dat roze past allemaal wel heel goed bijeen. Dus dat heb ik daarom aangedaan. Eigenlijk had ik dat gisteren voor de moderne ook al aangedaan. En ik doe dan gewoon 2 dagen hetzelfde aan. Vandaag ken ik Marie, mijn beste vriendin, 1 jaar. En wij zijn, gaan vieren een beetje. We zijn na school samen iets gaan drinken. En dan s'avonds, dan daarna doorgaan. En zij er is een pizza gaan eten. En dan is ze nog even hier bij mij thuis geweest. Dus dat was vandaag eigenlijk een heel gezellige dag. En ja, daarom heb ik eigenlijk ook alleen maar nu gevlogd, omdat
Ik ben de hele avond niet thuis geweest. En dan nu nog even. En ja, ik ga nu slapen. Het is 9:40. Morgen is mijn laatste laatste stuk van de weekvlog. Laatste dag van de weekvlog. En dan, mijn broer is dan jarig. Dus we hebben met zijn gezinnetje een klein feestje. En dan zondag een echt feest. Maar ja, daar ga ik proberen wel wat te vloggen. En misschien ga ik proberen morgen vroeg ook eens te vloggen. Maar waarschijnlijk weer niet. Omdat, ja, dan moet ik heel snel zijn. Ik heb morgen ook ontbijt op school. Maar ik eet thuis wel een beetje. Want ja, dat is, ontbijt stelt nu niet zo heel veel voor. Maar ik ga nu slapen. Want ik ben heel moe. En ik moet er morgen om 6:30 uit. Zoals elke dag jij ook. Dus slaap wel. En tot in het volgende shot. Goedemorgen. Ik heb echt nog het meest grote ochtendhoofd ever. Oké, beetje beter. Het is nu vrijdag en het is de laatste dag van de weekvlog. En ik sta nu in mijn kamer. Het is 7:00. Ik ben net helemaal in de douche geweest. Alles klaar. En ik ga nu even een beetje mascara opdoen. Vandaag heb ik gewone lesdag, geen echte lesuren. Maar dus, een gewone lesrooster. Alleen, ja, geen echte lesuur. Maar ik heb wel een redelijk zware lesrooster. Ik zal het zelfs even laten zien. We hebben ook dadelijk het vorige, alleen gisteravond tijd, dat we vandaag ontbijt op school hebben. Ik denk dat dat best nog wel leuk. Allee, leuk. Daarom valt wiskunde weg. Maar vorig jaar hadden we de ontbijt ook. En dat was nu niet zo echt heel super lekker. Maar dit is mijn lesrooster. Ik heb mijn wiskunde, maar dat valt dan weg. Dan heb ik SW, twee keer Nederlands achtereen, geschiedenis. En dan nog eens weer SW achtereen. Dus dat wil zeggen dat ik vandaag weer 3 uur een vak heb. En deze keer is dat SW. SW valt wel veel beter mee als NW 3 uur op een dag, maar dan nog. Dat is nog altijd niet leuk. Maar ik ga nu mijn bed opmaken naar beneden. Al een klein beetje ontbijten, want anders val ik echt omver. Mijn haar is nog niet deftig, maar ja, let daar even niet op. Ik heb mijn ontbijt gemaakt en ik wil het even laten zien, want dat ziet er echt heel lekker uit vandaag. Ik lust eigenlijk niet zo heel graag van die blauwe bessen. Maar ja, wij hadden zo 2 potten staan en ik dacht, ik zal eens afwisselen van fruit. Dus heb ik die gekozen. En dan heb ik ook nog een thee, want dat drink ik heel graag 's morgens. En ik zal voor de rest ook even laten zien wat ik meeneem naar school. Ik moet mijn boterhammen nog smeren. Maar ik heb al tomaatjes in mijn broodjes gedaan. Dus ik heb boterhammen en dan tomaatjes voor deze middag. Oranje en rode tomaten. En dan moet ik nog brood smeren. En dan heb ik ook nog, voor tijdens de pauzes, frambozen, een pruimpje en water drink ik gewoon altijd. Dus dat ga ik nu lekker opeten. En dan zie ik jullie deze avond. Doei! Het is 4:30. En ik ben net 10 minuten ongeveer terug. Wacht, ik moet even iets pakken. Van school. En ik heb even een pittenzak gepakt. Want ik heb echt al 2 dagen heel veel nekpijn. En ik ga nu gewoon hierboven op mijn kamer, op mijn bed. Waar YouTube-filmpjes kijken. Ja, dat is het eigenlijk. En, vandaag op school was het wel ça va. We hebben niet echt super zwaar les of zo gehad. We hebben ook, ja, daarna ontbijt gehad. Dat viel wel mee. En we hebben mijn sociale wetenschappen. Ik had gezegd dat we 3 uur sociale wetenschappen hadden. We hebben daar eigenlijk 2,5 lesuur van een film gekeken. Als een beetje inleiding, zeg maar. Dat viel ook allemaal heel veel mee. Dus eigenlijk was het nog wel een chill dagje. En ja, ik ga nu, want het is vrijdag, gewoon doen waar ik zin in heb. En dan subiet komt mijn broer thuis. Die was met school naar de zee. En is jarig, dus gaan we dan nog een beetje dat vieren. Wow. Oké. Beter. Het is 9:50 en ik heb echt de meest luie dag, avond ever gehad. Ik heb gewoon heel de tijd beneden gezeten, YouTube filmpjes gekeken, ben broodjes gaan halen.
Dan hebben we nog voor mijn broer gezongen. En dan heb ik nog YouTube filmpjes gekeken. En dan ga ik nu mijn pyjama en zo aan. Eerst natuurlijk ook tanden poetsen. Mijn mascara afhalen. Ja, mascara. En dan ga ik zo terug naar beneden. En dan weet ik nog niet echt wat ik ga doen. Misschien film kijken. Of al slapen. Weet ik nog niet. Ik sluit bij deze de weekvlog af. Ik heb mijn best gedaan om een beetje deftig te weekvloggen. Ook al vergat ik het eigenlijk dikwijls, maar oké. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En als je nog een weekvlog zou willen zien, dan zeker even een duimpje omhoog. Of laat het even achter in de comments of zo. Zou ik wel leuk vinden. En dan hoop ik ook dat jullie abonneren, want ik heb eigenlijk nog steeds de 6000 abonnees niet en ik zou ze echt heel graag halen. En dan voor de rest wil ik jullie heel erg bedanken om te kijken en dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!